Exodus 9. En de Heere zeide tot Mozes: Ga tot Farao en spreek tot hem. Zo zegt de Heere, de God der Hebreeën: Laat mijn volk gaan om mij te dienen. Want indien gij weigert hen te laten gaan en hen nog weerhoudt, dan zal de hand des Heeren zijn tegen uw vee dat in het veld is, tegen de paarden, de ezels, de kamelen, de runderen en het kleinvee, een zeer zware pest. En de Heere zal het vee van Israël afzonderen van het vee der Egyptenaren, zodat er geen stuk van het vee dat de Israëlieten bezitten zal sterven. De Heere stelde voorts een bepaalde tijd vast en zeide: Morgen zal de Heere dit doen in het land. En de Heere deed dit op de volgende dag. Al het vee van de Egyptenaren stierf, maar niet één stuk van het vee der Israëlieten stierf. Toen zond Farao heen en zie, van het vee der Israëlieten was zelfs niet één stuk gestorven. Toch bleef het hart van Farao onvermurwbaar en liet hij het volk niet gaan. En de Heere zeide tot Mozes en Aaron: Neemt uw handen vol roet uit een smeltoven en laat Mozes dit in de lucht strooien ten aanschouwen van Farao. Dan zal het tot stof over het gehele land Egypte worden. Het zal bij mens en dier in het gehele land Egypte tot zweren worden, die als puisten uitbreken. Toen namen zij roet uit een smeltoven, gingen voor Farao staan en Mozes strooide het in de lucht en er kwamen bij mens en dier zweren die als puisten uitbraken, zodat de geleerden niet konden blijven staan voor Mozes vanwege de zweren. Want de geleerden kregen evenzeer zweren als alle Egyptenaren. Maar de Heere verhardde het hart van Farao, zodat hij naar hen niet luisterde, zoals de Heere tot Mozes gezegd had. En de Heere zeide tot Mozes: Sta vroeg in de morgen op en stel u voor Farao, en zeg tot hem: Zo zegt de Heere, de God der Hebreeën: Laat mijn volk gaan om mij te dienen. Want ditmaal zal ik al mijn plagen laten losbreken tegen u persoonlijk, tegen uw dienaren en uw volk, opdat gij weet dat er niemand is op de gehele aarde zoals ik. Reeds nu had ik mijn hand kunnen uitstrekken om u en uw volk met de pest te slaan, en zoudt gij van de aarde weggevaagd zijn. Doch hierom laat ik u bestaan, om u mijn kracht te tonen, opdat men mijn naam verkondige op de gehele aarde. Nog steeds verzet gij u tegen mijn volk, zodat gij het niet laat gaan. Zie, ik zal het morgen om deze tijd zeer zwaar laten hagelen, zoals in Egypte nog niet gebeurd is van de dag af dat het gegrondvest werd tot nu toe. Nu dan, laat uw kudde en alles wat gij op het veld hebt in veiligheid brengen. Op alle mensen en al het vee die zich op het veld bevinden en niet thuisgehaald zijn, zal de hagel neervallen, zodat zij sterven. Wie onder de dienaren van Farao het woord des Heeren vreesde, liet zijn knechten en zijn vee in de huizen een toevlucht zoeken. Maar wie geen acht sloeg op het woord des Heeren, liet zijn knechten en zijn kudde op het veld blijven. En de Heere zeide tot Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel, opdat er hagel over het gehele land Egypte komen, over mens en dier en over al het veldgewas in het land Egypte. Toen strekte Mozes zijn staf uit naar de hemel en de Heere liet het donderen en hagelen. Vuur schoot naar de aarde en de Heere deed het hagelen over het land Egypte. En terwijl er vuur door de hagelbuien heen flikkerde, hagelde het zo buitengewoon zwaar als nooit tevoren in het gehele land der Egyptenaren, sinds zij tot een volk geworden waren. De hagel sloeg in het gehele land Egypte alles neer wat op het veld was, van mens tot dier. Ook al het veldgewas sloeg de hagel neer en alle bomen op het veld deed hij afknappen. Alleen in het land Gozen, waar de Israëlieten woonden, hagelde het niet. Toen liet Farao Mozes en Aaron ontbieden en zeide tot hen:
Ik heb ditmaal gezondigd. De Heere is rechtvaardig, maar ik en mijn volk zijn schuldig. Bid tot de Heere. De donderslagen Gods en de hagel zijn te erg. Dan zal ik u laten gaan. Gij behoeft niet langer te blijven. En Mozes zeide tot hem, zodra ik buiten de stad gekomen ben, zal ik mijn handen uitbreiden tot de Heere. De donderslagen zullen ophouden en het zal niet meer hagelen, opdat gij weet dat de aarde aan de Heere toebehoort. Maar wat u en uw dienaren aangaat, ik weet dat gij nog niet vreest voor het aangezicht van de Heere God. Het vlas en de gerst nu waren neergeslagen, want de gerst stond in de aar en het vlas was in bloei. Maar de tarwe en de spelt waren niet neergeslagen, want die komen later. En Mozes ging van Farao heen, de stad uit, en hij breidde zijn handen uit tot de Heere. Toen hielden de donderslagen en de hagel op en de regen stroomde niet meer op de aarde neer. Maar toen Farao zag dat de regen, de hagel en de donderslagen hadden opgehouden, ging hij voort met zondigen. Hij liet zijn hart niet vermurwen, hij nog zijn dienaren. Het hart van Farao verhardde, zodat hij de Israëlieten niet liet gaan, zoals de Heere door Mozes gezegd had.